Ja, dit hoefbord lag dus aan de lader, is zelf ontploft in huis. Er kwam een enorme steekvlam uit. Die steekvlam werd wat kleiner, waardoor we hem konden oppakken en in de badkamer plaatsen. We hebben hem gewoon daar neergelegd in de hoop dat het veilig was verder. Maar toen is hij ontploft. Dus het had maar een paar seconden gescheeld of hij was in de handen van mevrouw ontploft. We hebben 30 hoverboards onderzocht. Dat is een beetje een doorsnee van wat er op de markt is. En die zijn alle 30 onveilig. En wat mankeert er dan aan? Nou, het probleem is dat als je ze oplaadt, dat als ze dan eenmaal vol zijn, die oplader niet ophoudt. Dus het gaat gewoon door en daardoor wordt het systeem oververhit. En dan kan het leiden tot ontploffingen of spontaan in brand vliegen van de hoverboard. Nou, je ziet, de vloer is zelfs gebarst, dus het graniet moest eruit. Daarom hebben we ook de badkamer moeten renoveren. Wat moet er nu gebeuren volgens jullie? De producenten, de verkopers, die moeten nu stoppen met de verkoop van die hoverboards. En ze moeten de hoverboards die ze verkocht hebben terughalen. Wij zijn al bang als we er een kind op zien rijden. Vragen eigenlijk al aan de ouders, weet je hoe gevaarlijk die dingen zijn? Ik zou hem gewoon wegdoen. Dus voor ons is het wel een hele geruststelling dat die onveiligheid erkend is.